Goedenavond en welkom bij Queer Express. Een talkshow gemaakt door queer vrouwen voor iedereen. Mijn naam is Mireille de Ridder. Ik ben jullie moderator vanavond. In het dagelijks leven ben ik pensioenadviseur. Maar daarnaast ben ik ook een strijdster voor mensenrechten voor iedereen. En voor mij is het persoonlijke ook politiek. Dus vind ik het belangrijk dat wij als queer community ook de nodige aandacht krijgen. En vandaar dat we vanavond samen zijn met een aantal organisaties die een nieuwe alliantie hebben gevormd. Queer 365. Omdat vanuit de gemeente Amsterdam tegenwoordig gewerkt wordt met allianties om verschillende beleidspunten uit te werken. Bijvoorbeeld antidiscriminatie, inclusiviteit en diversiteit. En het werk in allianties, daarmee probeert de gemeente Amsterdam om de samenwerking, maar ook de strategie te bevorderen. En 7 non-profit organisaties hebben de handen ineengeslagen en de alliantie Queer 365 opgericht. En die zijn hier vanavond, zijn er 4 organisaties bij mij te gast. En ik wil jullie graag voorstellen aan Arnoek Tan, Robert Overmeer, Irene Hemelaar, Simomo Bush en Jan Hoek. Welkom. Nou, voordat we de diepte ingaan, is het misschien wel leuk als jullie even jezelf kort voorstellen. Wie zijn jullie en welke organisatie vertegenwoordigen jullie? Arnoek. Ja, mijn naam is Arnoek Tan en ik vertegenwoordig de organisatie Queers Not a Manifesto. En mijn voornaamwoorden zijn zij, haar of hen, hun. En wat doet Queer is Not a Manifesto? Even heel kort, wij organiseren events, bijeenkomsten, maar publiceren bijvoorbeeld ook dingen. En dit jaar gaan we ook een podcast maken over de positie van queer personen, voornamelijk degene die met meervoudige discriminatie te maken hebben. Dat is een moeilijk woord, maar dat betekent eigenlijk dat je én gay bent én van kleur. Of een beperking hebt, of neurodivers bent. En dus dat je niet op één as wordt gediscrimineerd, maar op meerdere. Okay. En die mensen hebben, of die personen hebben nog wel te weinig aandacht. Daar kan nog wel wat steun en solidariteit voor komen. Ja, nou, steun vooral platform, maar ook op mensen hun eigen voorwaarden. Vaak is het zo, nou, we helpen je wel worden zoals wij. Terwijl de bedoeling is dat we allemaal op onze eigen voorwaarden tot ons beste zelf verheven kunnen worden. En dat is voor iedereen anders. En ik denk ook dat de heteronormatieve maatschappij, om het even kort door de bocht te zeggen, dat die ook wel dingen kunnen leren van mensen die op een andere manier dingen doen. Die vaak nu nog, en die talenten worden denk ik vaak nu nog te veel onderdrukt. Of zeggen, nou, dan ga jij maar naar een speciale school, dan ga jij daar in dat hoekje. En ik denk dat nog veel gelijkwaardiger kan. Dat is een hele mooie introductie. Komen we straks ook nog op terug. Robert. Nou, goedenavond. Mijn naam is Robert Overmeer. Ik ben voorzitter van Stichting Roze Ambassade en penvoerder van Queer 365. En daarnaast ben ik ondernemer met Brug 34 in de Utrechtstraat. Okay, dus we hebben ook een ondernemer onder de activisten. Wat leuk. Zeker. Irene. Mijn naam is Irene Hemelaar. Ik ben de voorzitter en oprichter van Stichting Ondersteboven. Sinds 2006 zetten wij ons in voor de zichtbaarheid van queer vrouwen, lesbische en bi-plus vrouwen. En het, waarom specifiek vrouwen? We zijn altijd onzichtbaar in de community, niet in dit gezelschap, maar als het gaat over onderzoek, als het gaat over subsidiestromen, als het gaat over geweld tegen queer personen. Vrouwen zijn altijd onderbelicht. En recent onderzoek wijst uit dat in Amerika dat bi-plus vrouwen, 37% van de bi-plus vrouwen een kortere levensverwachting heeft dan hetero vrouwen. En bij lesbiennes is dat 20%. En dat is zorgwekkend. Dus als ons iets overkomt of als wij te maken krijgen met discriminatie als queer vrouwen, zie je dat niet zozeer terug in meldingen of in aangiftes, maar wel in levensverwachting en leefstijl.
En nou, dat perspectief, daar zet ondersteboven zich voor in om daar gelijkwaardigheid op te halen. Wij willen allemaal even oud worden. Nou, dat kan ik me voorstellen. En dan Simon Mo. Dankjewel. Ik ben Simon Mabouche en samen met Jan Hoek, die hier naast me zit, vertegenwoordigen wij No Limits Art Castle. No Limits Art Castle. En wij zijn een kunstruimte in Amsterdam-Noord. Wij brengen kunstenaars van die erkend zijn in de reguliere kunstsector samen met kunstenaars die niet erkend zijn, omdat die Down-syndroom hebben, autisme hebben, dus neurodivers of lichamelijk anders zijn. Maar ook kunstenaars die niet erkend zijn omdat ze zo specifieke kunst maken. Oud zijn, bijvoorbeeld dakloze achtergrond hebben. En op dit moment zijn we ook veel met Palestijnse kunstenaars aan het werken. Want in de kunstsector worden die nu gecanceld door heel veel instituten. En daar gaan wij dan juist wel mee werken. Die brengen we dan samen en maken we expos, feestjes en door verschillende multidisciplineerd. Dus sculptuur, fashion, keramiek, schilderkunst. Mooi. Ja. Dus ook daar de meest kwetsbaren probeer je meer in het spotlight te zetten. Ja, en ook vooral echt netwerk creëren, voor een soort van sustainability creëren voor... ook voor de reguliere kunstenaars te inspireren, maar ook hun iets aan te leren, bij te leren. Dus het is niet alleen maar een soort van zorg voor de niet erkende kunstenaar, het is ook een soort van zorg voor de reguliere kunstsector, om het een beetje interessanter en spicier te maken. Want het is een beetje saai aan het worden. Iedereen lijkt op elkaar. Ja, nee, maar ja. Hè, ik zeg altijd, je kunt veel van elkaar leren als je een beetje voor elkaar openstaat. Ja. Nou, klinkt dat heel mooi, hè? Alliantievorming en beleidsspeerpunten. En we hebben natuurlijk de Pride-organisaties en we hebben natuurlijk ook het COC. We hebben best wel veel belangenbehartigers die namens ons spreken of met ons spreken. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Waarom is deze alliantie, of eigenlijk nog daarvoor, hoe is deze alliantie nou tot stand gekomen? Waarom zijn jullie op aard? Eén van jullie. Ik wil daar best wel wat over zeggen. Anouk moet er zoveel, heel veel over zeggen. Maar voor mij was het zo, vorig jaar, een jaar geleden, was het duidelijk dat er twee Pride-organisatoren zouden zijn. En dat er een gevoel was bij veel mensen dat, dat we uiteengedreven waren. Eigenlijk dat je een soort zou moeten kiezen voor de een of de ander. En dat verlamde mij in mijn activisme. En er waren meer mensen. En toen was er een groep die bijeen kwam. En nu geef ik het stokje aan jou, Arnoek. Ja, goh. Nou, ik wil daar wel even op aanvullen dat ik denk niet dat het wordt vaak geframed alsof queer en pride twee, hè, dat wat jammer nou dat we uit elkaar zijn, maar ik zie dat niet zo. Ik denk dat emancipatie juist ook gaat over verschil binnen de community, binnen de LHBTIQ+ community. En ja, dat niet iedereen hetzelfde moet zijn. Nee. En je hebt ook niet één hetero pride, want hetero's kunnen op heel veel verschillende manieren het gehele jaar door zijn. Maar ik denk wel dat wij zijn, en denk daar een nieuwe speler in. Hè? Als je queer en pride hebt, proberen wij ook op dat niveau te opereren. Maar ik denk wel dat wij meer, je kan zeggen, in het midden zitten. En dat we ook, nou ja, hè, Robert is hier de ondernemer, maar Simone is echt de kunstenaar en werkt ook, zij werken ook in Sexyland bijvoorbeeld. Het zijn hele diverse werelden. We hebben eigenlijk, denk ik, een club met heel veel diverse organisaties, waarin je vanuit zowel kunstperspectief als ondernemersperspectief en alles eigenlijk daartussenin samenkomt. Want je hebt, denk ik, al die stakeholders nodig, zeker nu in dit klimaat, in deze context, om die continue dagelijkse, daarom heten we ook Queer 365, ja, hè, dus het gehele jaar door, queer stem te laten horen. En dat zit in de wijken, in de bedrijven, maar ook bij een jongere generatie. Dat zit in zorg en welzijn. Dat zit eigenlijk in allerlei domeinen in de samenleving. Moet je die aanwezigheid, denk ik, hebben. En dat is, denk ik, in een notendop
een beetje waar we voor moeten voor staan. En dan, dus wat ik probeer te zeggen is, één switch die we maken is ook dat we dus niet meer focussen op die ene week, hè, die ene Pride. Maar het is natuurlijk voor ons het hele jaar door belangrijk om aanwezig te zijn en onze rechten te borgen. En aan de andere kant denk ik dat je niet alleen met heel veel met activisme bezig bent, of heel veel met een feestje, wat de Pride misschien toch een beetje is, maar vooral die middenweg moet bewandelen. Dus en activisme en ondernemerschap. En dat allemaal moet combineren eigenlijk. Dus de inspiratie ligt eigenlijk dat jullie eigenlijk een beetje tegen wil en dank het movable middel zijn. He, dus zowel het activisme als het ondernemerschap. Mensen met ervaring in beleid, maar ook in kunst. En die verschillende disciplines en die expertise, die proberen jullie bij elkaar te brengen. Maar wat is jullie... Jullie hebben volgens mij wel... He, want a plan without a goal is just a dream. He, om het maar te zeggen. Wat zijn jullie doelstellingen nou? Waar gaan jullie nou specifiek... waardoor jullie elkaar versterken? Waardoor je zegt van... Nou, we hebben 1 of 2 doelstellingen en die willen we met elkaar uitwerken. Ik denk... we hebben wat specifieke dingen al op onze agenda. Die kan je dan ook op de website zien. Die gaat komen. plak. Ik ga bijvoorbeeld met No Limits Art Castle een expo organiseren in het najaar. Dat is iets heel concreets, 3 maanden lang. Het heet Bougeloot. Geïnspireerd door een hele traditioneel inheemse MSR stoet. Dat gebeurt in Marokko. Iets dat ik... Ja, ik ben opgegroeid ook in Marokko en in België. En ik heb het zelf nooit echt gehoord, tot en met de laatste jaren. Iets heel onzichtbaar. Dat ik wil tonen aan de buitenwereld, aan Nederland. Wat mij zo inspireert aan die stoet in Marokko gaat over... Bougeloot wil zeggen, de meester van skins. Tussen ons, wie zijn de meesters van skins? Zijn de queers. Wij zijn heel gelaagd, we hebben heel veel... identiteiten dat we in moeten navigeren en die we samen moeten brengen. Dat is iets dat de MSR-traditie al lang was en toen in Marokko. Dat is voor mij dan specifiek iets dat ik met Queer 365 ga organiseren, waar ik op die onderwerp mag focussen, op die groep dat ook dezelfde ervaring heeft van zoveel lagen van transformatie, dieridentificatie, activisme hier, activisme ook in de Swana-regio, queerness in Swana-regio, de niet-geïmperialiseerde queerness, wat wil dat zeggen? Het zijn van die onderwerpen waar ik dan op ga focussen, samen met Jan Hoek en No Limits Art Castle, en met de hulp van de andere stichtingen. Maar daarnaast doen we nog andere dingen. En omdat we juist zijn aan het werken aan specifieke events, die ik nu niet van buiten ken, maar die Anouk zeker wel van buiten kent. Maar wat ook leuk is, is dat we blijven doordenken in de toekomst. Dus we hebben veel grotere plannen dan dat we nu hebben. Ik denk dat dat voor mij ook heel interessant is, waarom ik met jullie wou werken, met deze groep, is dat we allemaal... big dreams hebben en in de toekomst echt ver kunnen denken en ook concreet een plan kunnen maken. Iedereen doet dat op zijn manier. Komen we zo nog op terug. Robert, jij bent natuurlijk een beetje de vreemde eet in het bijt. Ik zal het maar even benoemen. Ik ben heel benieuwd. Wits is homo en ondernemer. Waarom ben jij juist in deze alliantie gestapt? Wat was voor jou de inspiratie om het wel te doen? Specifiek voor deze alliantie denk ik dat mijn rol is geweest om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen. En om daar ook een plek voor te creëren. En daar zijn we ooit gestart. Vanuit het verleden waar we natuurlijk geprobeerd hebben om met Queer and Pride verandering te brengen in de Pride Week. Waar ik trots op ben, is dat er ook echt verandering is. Ja, dus er wordt nog wel eens negatief over gedaan. Maar ik ervaar het eigenlijk als een hele positieve bijdrage die ook met name Anouk heeft geleverd. Wat mij betreft was het toch een beetje een olietanker die op koers lag. De Pride uit het verleden. En ik denk nu dat we die olietanker een beetje hebben laten afbuigen. 2 partijen zijn dat nu verder aan het brengen. Die doen dat heel goed wat mij betreft.
Alleen Simomo zei het ook al. Kijk, er mist ook nog wel wat. Ja. Als je kijkt naar 365 dagen die er in een jaar zitten, denken wij dat er veel meer mogelijk is. Vreemde eend in de bijt. Ja, ik ben een ondernemer, daar kan ik ook niks aan doen. Maar ik denk wel dat het ook kan helpen. Hè? Ik, als penvoerder ben ik verantwoordelijk voor de financiën. Ja, dat is iets waar ik dagelijks mee bezig ben. En ik denk ook dat mijn perspectief kan helpen om als groep verder te komen. En ook om ervoor te zorgen dat iedereen betaald krijgt en dat we financieel gezond zijn. Heel goed. Maar ik voel me overigens geen vreemde eind. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Maar juist omdat er zoveel discussie was over de Pride wordt commercieel of ondernemers. Dus dan zie je in ene keer nu dat het wel kan. Dus daarom wilde ik dat nog even belichten. Omdat ik het juist heel mooi vind dat er vanuit allerlei verschillende perspectieven die je hebt, gewoon ook als mens, dat je dan toch elkaar vindt. Want het persoonlijke is soms ook politiek. En nou ja, dat vinden jullie wel bij elkaar. Irene, wat miste er? Dus wat was er nog niet waarvan jullie hebben gezegd, nou, dat gaan wij oppakken? Wat er op dit moment, wat ondersteboven erg miste, was een bredere samenwerking. We hebben ook in een eerdere alliantie hebben geprobeerd om met liefst 23 organisaties samen op te trekken. En een aantal van ons kent elkaar ook uit die eerdere alliantie. Ik denk dat voor mij de mooie gedachte uit die alliantie was, the last mile first. Dus wat Aynouk net belichtte, wij hoeven niet andere mensen te gaan redden, maar het gaat erom dat mensen zichzelf kunnen redden en dat obstakels, wie die ook op de weg zet, dat die geslecht kunnen zijn, zodat iedereen gelijkwaardig kan leven. Wat ik vind in de samenwerkingen met deze mensen en deze organisaties is veel inspiratie. Dus een aantal dingen, eigenlijk word ik de hele tijd heel blij. Want dan zegt Aynouk, ik ben hiermee bezig. En denk ik van, oh, dit heb ik ook al heel lang interessant gevonden. Bijvoorbeeld, in mijn dagelijks leven werk ik als trainer en strategisch adviseur voor de FNV. En in deze alliantie is een fantastisch concept, de Queer Union. En waar een vakbond in de beleving van veel mensen is. Uw zaakwaarnemer, de vakbond, dus ben je voor rechtsbijstand verzekerd, waar het gaat over werk, vind ik het mooie van wat de Queer Union nu al is, eigenlijk dat netwerk bouwen en elkaar weten te vinden. En dat er mensen nadenken over hoe ga ik funding creëren, hoe denk ik over mijn toekomst als jonge ZZP'er die bij een grote vakbond niet terechtkomen. Dus het inspireert me wat de collega's allemaal doen in die alliantie. En het stimuleert mij ook om de dingen die ik doe bij de FNV, dat ik denk van, hey, wacht even, dit is echt super boeiend. Waarom vinden wij deze mensen niet en staan ze in de rij bij de Queer Union? Dat is interessant. En zo zijn er tal van onderwerpen. De veiligheid waar ondersteboven zich sinds het begin al voor inzet. Veiligheid van vrouwen, veiligheid voor de queer community. Dat je ziet, dus nu wij samenwerken. Uit de nationale politiek, maar ook in de stad en ook in het stadsdeel, veiligheid van queer mensen, veiligheid van vrouwen bovenaan de agenda staat. En dat wij met ontzettend veel expertise bij elkaar zitten. Ja, ik word daar heel gelukkig van, want ik denk dat wij een bijdrage kunnen leveren. Ja. Een van jullie doelstellingen is de zichtbaarheid en emancipatie van de queer community in zijn geheel. Daarom ook 365. Maar jullie hebben nog een ander belangrijk speerpunt en dat is waar Aynouk eigenlijk al over begon. Juist de wat meer kwetsbare groepen binnen onze familie die op meerdere assen tegen een aantal problemen aanlopen. Discriminatie, uitsluiting, waardoor er ook vaak geestelijk, maar ook financieel problemen kunnen ontstaan. Maar het zijn vaak juist ook die meest kwetsbare groepen die het meest wantrouwend zijn tegen instellingen die mensen eventueel kunnen helpen. Zoals de overheid of de gemeente. Dus hoe denken jullie
deze mensen juist te kunnen bereiken en te kunnen empoweren? Ja, daar wil ik wel wat op zeggen. Er is gewoon een groot gat, denk ik, wat ik al langer zie. Je hebt bijvoorbeeld een initiatief, Limbo heet dat. Dat organiseert Aladdin. En dat brengt heel veel queer vluchtelingen bijvoorbeeld samen. Maar, maar Aladdin is ook afhankelijk van gelden van de gemeente, waardoor hij nog steeds niet zijn eigen voorziening kan treffen in bijvoorbeeld. Hè, dus hij organiseert heel erg veel, maar er zit een stroperigheid tussen het hier inburgeren met gelden van de gemeente en zijn eigen inkomsten. En dat is bijvoorbeeld, dat is een heel praktisch probleem, wat heel moeilijk te overbruggen is. Nou ja, en dat zijn structurele problemen waar je niet alleen, waar je beleid bij nodig hebt, waar je ambtenaren bij nodig hebt, om eigenlijk mensen tot hun volle recht te laten komen. Maar er zijn best wel veel praktische dingen die dat dus onmogelijk maken. Er zit een taalbarrière in. Dat zit dus ook een heel groot stuk in bij de gemeente, dat veel ambtenaren, nu noem ik even de gemeente, maar het kan net zo goed een onderneming of een groot bedrijf zijn, dat de gemeente niet goed kan inspelen op wat het betekent om hier een queer vluchteling te zijn. En tegen wat je nodig hebt om hier te groeien. Dus daarom probeerde ik ook te zeggen, het is niet dat mensen, de ambtenaren bijvoorbeeld in dit geval, in dit voorbeeld, moeten ook veel leren over wat het betekent om non-binair te zijn bijvoorbeeld. Hoe je iemand aanspreekt, in wat voor positie deze mensen hebben gezeten, wat voor ervaringen ze hebben gehad met het COA. He, bijvoorbeeld, want dat wantrouwen waar jij het over hebt, dat komt niet nergens vandaan. He. Dat is natuurlijk ook ergens op gestoeld. Dus je ziet eigenlijk dat er heel veel potentie onbenut blijft, doordat er nog steeds vanuit een heel regeltjes manier, man-vrouw, normatieve manier wordt gedacht over werk, over inkomen, over wat het betekent om iets op te zetten. En dat je daar misschien meer voor nodig hebt dan alleen maar de regels volgen, maar dat er ook andere manieren kunnen zijn om mensen tot hun volle potentie te benutten. En dat wordt eigenlijk in dit voorbeeld bijvoorbeeld door de gemeente tegengewerkt, maar het zou net zo goed een onderneming kunnen zijn. Het zit ook in de zorg. Hè? Als jij je onveilig bijvoorbeeld voelt op straat en je belt slachtofferhulp omdat jou iets vervelends overkomen, dan wil je graag iemand aan de telefoon hebben die weet wat non-binair betekent. Ja. Dus, dus daar zit een soort kloof tussen. Dat je hebt queerness in al zijn vormen en maten, bijvoorbeeld vluchteling, bijvoorbeeld ook als je autisme hebt. Blablabla. Je hebt een schil daaromheen die nog geen idee heeft wat deze mensen zijn of meemaken. Ja. En daar moet echt heel veel op gebeuren, denk ik. Dus ook op beleidsniveau, bestuursniveau, op ondernemingsniveau, ja, zorgniveau ook. Ja, en mag ik iets toevoegen? Ja, zeker. Ik denk ook daarom, door ons alliantie juist, omdat wij zo'n expertise hebben, wij in de kunst en jij in journalisme en ook zo deze kennis wat je net meedeelde, is dat we juist zo verschillende talen hebben en verschillende manieren en strategieën hebben om juist aan die twee kanten een soort van verbinding te kunnen creëren. Of misschien niet per se een verbinding, maar gewoon kennis kunnen delen. En zodat die stromingen, die dialoog tussen die twee werelden, dat Aynouk net mooi heeft uitgelegd, om die gewoon te laten vloeien. Ik denk dat ook wel echt heel interessant is om een alliantie juist... Ja, maar dat zijn ook wel uitdagingen, hè? Want bijvoorbeeld jullie komen ook in zorginstellingen, mensen die neurodivers zijn, die een lichamelijk of geestelijk een uitdaging hebben. Maar dan heb je natuurlijk ook het personeel wat daar rondloopt. Vaak met de beste intenties. Maar ja, wat weten die eigenlijk van queer mensen? Dus als je iemand hebt die een uitdaging heeft, en vooral mentaal, en die komt uit de kast, ja, dat lijkt me dan nog best wel eens een uitdaging om in zo'n zorginstelling, om daar überhaupt gehoord te worden. En ook om de middelen te krijgen om anderen te ontmoeten. En ik las in een van jullie stukken dat jullie ook daar trainingen op willen geven. Dus op personeel van welzijnsorganisaties, om dat perspectief wat breder te maken.
Maar hoe zie je dat in een maatschappij die steeds meer polariseert? Die steeds meer, ieder trekt zich steeds meer terug in zijn eigen hoekje van de postzegel. En samen maken we dan een soort portret. Alleen, hoe zie jij dat? Ja, ik denk zeker dat jij ook misschien een leuke antwoord hebt, Jan. Maar als je wilt, hè. Maar ik denk, één ding dat bij mij opkwam was... waar wij goed in zijn, wij focussen gewoon echt op de mensen voor ons, de mensen rond ons. Wij, mensen die wij in onze directe omgeving ook zien, in Amsterdam-Noord, in de dagbestedingscentrums met wie wij al werken. Daar zijn we ook veel focus op aan het zetten om mensen te uit te nodigen van de buurt om naar onze expos te komen kijken die juist over deze, over dit spreken of op een manier strategieën tonen om juist op een queer manier of op een nieuwe manier dus de dingen die je dagelijks ziet ja, te ondernemen. Op welke manier kan je dus de... Ja, denk ik. Ja. Even zo bij. Dat is heel goed. Ja. Bijvoorbeeld wat ik een leuk voorbeeld vind van los, dat ik denk dat educatie ook gewoon te maken heeft dat we op plekken komen, inderdaad, als je het over zorginstellingen hebt, waar we gewoon zeggen van, iemand kan zelf kiezen hoe die wordt aangesproken. Dat is gewoon iets heel simpels, wat gewoon veel zorginstellingen niet weten. Dat je tussen zij en haar en hem nog andere dingen hebt. En dat sommige dingen mensen er misschien uitzien als een hem, maar een zij genoemd worden. En dat zelfs als ze Down-syndroom hebben, dat je dan mensen alsnog een keus kan geven van, hoe wil je dat? Maar ik denk dat daarnaast als organisatie dat wij juist ook een soort vluchtsoord willen zijn voor die mensen die zich niet helemaal thuis voelen in die zorginstellingen, waar ze gewoon soms kunnen komen waar het anders kan. Ik denk bijvoorbeeld aan een Nina 666, dat is een neurodiverse transvrouw uit Amersfoort. Die is ook heel erg kinky, dus die heeft allemaal behoeftes van latex en spannende pakjes en dat soort dingen. En ze weten zich, wat ik ook wel snap, daar helemaal geen raad mee in zo'n zorginstelling. En eigenlijk het enige wat wij doen is dat, waar zij in Amersfoort ook gewoon heel veel gepest wordt en uitgescholden, is het als zij bij ons komt. Bij ons is ze de ster en krijgt ze tentoonstellingen en moet ze een community waarin mensen haar geweldig vinden en mensen hetzelfde soort pakjes willen maken als zij en ze haar werk kan laten zien. En volgens mij is dat soms ook al genoeg dat we doen ook wel wat we kunnen om binnen de zorginstellingen dingen te veranderen, maar ook dat je gewoon een alternatief laat zien of een alternatieve plek biedt aan mensen van waarin ze in ieder geval een ander stukje van zichzelf kwijt kunnen. Mooi. En Irene? Wat we ook binnen de alliantie hebben, als we 365 dagen per jaar een queer geluid willen laten horen, hebben we met elkaar afgesproken dat het ook in de wintertijd, in de herfsttijd, een Pride-periode of een queer-periode gaan nemen, waarin we activiteiten samen gaan bundelen en als één agenda naar buiten gaan brengen. Dus dan hebben we het over een stuk zichtbaarheid. Maar een van de activiteiten die wij daarbinnen doen is in het stadsdeel waar we nu zijn, in stadsdeel Nieuw-West, waar Stichting Ondersteboven ook gevestigd is, rond de Sloterplas op 10 locaties, locaties meenemen om een queer activiteit mede te financieren. Dus dat een organisatie iets gaat doen op het gebied van LHBTI, die dat of nog niet gewend is, of misschien niet heel veel kan bekostigen. Of de buren hier, het restaurant buiten, is eigenlijk net weer opnieuw geopend. En we hebben daar een gesprek gevoerd. En men is heel enthousiast om een pubquiz te doen. Een queer pubquiz met mogelijk heel veel cis-hetero mensen. En dat vind ik dus ook een soort van een movable middle waar wij ons in begeven. We doen iets wat ons bekend maakt. We vertellen iets over de geschiedenis. Waarom Pride gevierd wordt, waarom er trots mag zijn, omdat je niet hoeft te schamen. Nou, dat soort elementen, dat vind ik dus heel mooi als we dat op plekken kunnen doen waar je het misschien niet in eerste instantie verwacht. En daarom is het leuk dat verschillende organisaties, waaronder Numetropolis, meedoet. Ja. Nou, even bij Robert.
hoor ik vaak van mensen, soms hetero, van ja, dat gedoe allemaal en inclusie en diversiteit. Iedereen mag toch zijn wie die wil zijn. Maar wat merk jij nou bijvoorbeeld waarom het wel verstandig is om inclusie en diversiteit bijvoorbeeld in je onderneming? Wat zijn nou de voordelen daarvan? Nou ja, ik denk vanuit een ondernemersperspectief dat als ik kijk naar Brug 34, dan zie je dat personen die solliciteren eigenlijk wel allemaal welkom zijn. Wij hebben geen selectie op basis van seksualiteit of hoe je eruit ziet. Dat is zowel voor de gasten als voor de mensen die bij ons werken heel prettig. Mensen voelen zich vrij kunnen binnen bepaalde bandbreedte zichzelf zijn. Ik denk dat onze gasten dat voelen. Maar met name op het moment, zoals het nu gaat met personeelstekort, is het een enorme plus als werkgever. Hè? Ik kan me voorstellen, en ik hoor dat ook terug van personeel, dat dat voor sollicitanten een extra pluspunt is om bij ons te willen komen werken. Dus vanuit dat perspectief denk ik alleen maar dat het heel veel toevoegt. Ja. En daarnaast denk ik ook dat onze gasten dat ook voelen. Want als het personeel zichzelf mag zijn, mogen onze gasten dat ook zijn. En we zitten tenslotte in de hospitality. Dus daarin is het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Ja. Nou hoor je ook dat Nederland wat verder is afgezakt in de lijst van het meest vooruitstrevend, hè, qua wetgeving, qua sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. En aan de andere kant merk je daardoor dat mensen bij ons in de gemeenschap, en zeker de wat meer gemarginaliseerde of kwetsbare groepen, nog meer in de knel komen. We zijn al kwetsbaarder voor mentale problemen. Burn-out heeft met eigenwaarde te maken, hè, met inderdaad de regie over je eigen leven kunnen pakken. Hoe zien jullie dat als alliantie? Misschien als cadeautje aan de stad, maar ook aan Nederland. Hoe je daar nog in kunt bijsturen. Hè, wat kun je doen om die zelfredzaamheid en die geestelijke weerbaarheid te vergroten? Ik vond het wel heel mooi wat Jan ook net zei. Dat wij dus mensen juist... En dat meen ik persoonlijk ook, hè, als we het hebben over Alla. Maar ik ken er nog, denk ik, 100 mensen zoals Nina of Alla. Of dat je mensen, dat wij uitgaan van hun perspectief. En dat is trouwens ook mijn perspectief. Kijk maar hoe ik eruit zie. Dus dat je zegt, ik heb me ook vaak een vreemde eet in de bijt gevoeld, denk ik, in een heteronormatieve samenleving. Ik probeer nu zwanger te worden bijvoorbeeld, nou, dat is een weg die helemaal zo gaat. En dan zie je nog hoe heteronormatief het zorgsysteem is en dergelijke. Om maar even een voorbeeld te maken. En dat normatieve zie je op heel veel vlakken eigenlijk terug. En doordat wij ruimte, denk ik, maken voor mensen die op meerdere vlakken zich niet gezien voelen, of niet, hè, zoals Nina die dan gepest wordt, of een queer vluchteling die tegen beleidsdingen aanloopt, maak je, denk ik, hun veel weerbaarder en zeggen van ja, maar dit is te gek wie jij bent. Hè? Een soort spectrum heb je aan kleuren, vormen, maten die wij willen vieren. En dus het gaat echt niet dat wij de ambtenaar of het bedrijf als uitgangspunt nemen en zeggen jullie moeten daarin passen. Eigenlijk is het andersom. De ambtenaar moet zich verhouden tot de community die wij vertegenwoordigen, die al die eigenschappen heeft, die misschien anders zijn dan normatieve instellingen of manieren van denken zijn. En ik denk dat dat heel veel met mensen doet. Als je je hele leven hebt gehoord van, goh, het is toch een beetje gek, hè, hoe jij eruit ziet. Het is toch een beetje raar. Het is toch, hè, maar hoe zit dat dan? En dat je op een plek komt waar je in één keer begrepen wordt en gezien wordt in je volledigheid. Ik denk dat dat heel versterkend werkt. En dat we daarmee ook de tools hebben, door bijvoorbeeld een Robert die de organisatiekunde kan dragen en organisatorisch heel erg goed is. Dat als je de mensen
die mensen met zoveel verscheidenheid kan dragen en op een podium zet en neerzet op plekken waar ze normaal niet komen. Dat je dus dat wij in die zin dus heel erg een versterkend en empowerend effect hebben op de eigenwaarde van juist hetgeen wat je anders maakt en bijzonder maakt. Ja, nou ja, wat ik het mooie vind, wat zowel Anouk zegt als Jan en Simomo, is dat er ruimte gecreëerd wordt. Hè, er is weinig ruimte om jezelf te zijn, hoe je dan ook jezelf wil zijn. En ik denk dat wij als Queer 365 daar een podium of een plek voor willen creëren. En alleen al door dat te creëren, denken we dat we een beweging in werking zetten die een positieve uitstraling zou hebben, ook op andere mensen die zich anders voelen. Nou leven we hier natuurlijk in Amsterdam in een vrij progressieve omgeving. Zeker als je de landelijke uitslagen zag na de laatste verkiezingen. En we zijn geen eiland, ook in Nederland niet. Zien jullie nog mogelijkheid voor verdere samenwerking? Om dit ook gewoon meer handen en voeten te geven, ook buiten Amsterdam. Landelijk, Europees. Hey, wat? In ons koninkrijk. In jullie koninkrijk. Ja, inderdaad, de overzeese gebieden. Zeker. Simone benoemde net ook de grotere dromen die we hebben. Mijn perspectief is, we kwamen bij elkaar omdat we een beetje sneu vonden. Dat we dachten van, het kan anders, 11 maanden geleden. Toen vroegen wij op basis van de dingen die we wilden gaan doen en hoe we elkaar vonden, van laten we die subsidieaanvraag doen. En we wonnen, we kregen hem. Maar dat neemt niet weg dat we allemaal ook nog in mijn dagelijks leven, dus die FNV, maar ik zing ook voor mijn werk. Zingen doe ik niet per se binnen de Alliantie, maar het kan wel. We zijn met mensen met zoveel verschillende talenten en zoveel verschillende wensen. Dus we zijn aan het nadenken en ook aan het praten over hoe kunnen we deze Alliantie verder tillen. Oftewel business-wise of met andere vormen van funding. Hè, als je ziet dat het onderwerp veiligheid, wat ik eerder benoemde, een steeds grotere rol krijgt. En dat de overheid ook vindt dat gemeentes daar iets mee moeten. En wij daar al ook los van elkaar ook langer mee bezig zijn. Ja, hoe tof zal het dan zijn als wij dat met elkaar ook verder kunnen brengen en dat wij, denk ik ook, als een stakeholder, als een mensen met expertise worden gezien die daar een rol in kunnen hebben. Dus ik voorzie dat wij binnen het Koninkrijk en ook op Europees vlak best wel wat gaan kunnen. Ja. En ik denk soms ook dat kleine verhalen creëren die een nieuwe blik kunnen openen en een nieuw narratief kunnen openen, gewoon symbolisch zoveel kunnen betekenen. Want ik denk dat nu een soort lijkt alsof het nieuwe verhaal wordt van, hey, Nederland wordt steeds rechtser en de Nederlander buiten de Randstad, dat gaat niet samen met queer of die willen dat niet. En bijvoorbeeld, wij hebben nu 2 kleine voorbeeldjes die eraan komen, maar waarvan ik wel denk dat die juist iets veel groters kunnen zijn. Bijvoorbeeld, wij hebben een transjongen die voor ons werkt en die moest om verschillende redenen weer terug in het PVV-dorp in Noord-Limburg wonen, waar die was opgegroeid. En daar snapte niemand wat er gebeurd was met hem. Want vroeger was het een zijn, die loopt er nu rond als hem. Maar het was wel, ja, iemand uit de community, uit dat dorp. Dus ze waren niet gelijk van, hey, wat moet de grote stad hier? Van, moeten wij nu ook een gay pride in ons dorp? Maar het was gewoon van, hè, maar wat is er gebeurd? En Tessie had zoiets van, ja, ze zijn eigenlijk wel welwillend. Dus ik moet een expositie organiseren in mijn dorp met andere queer mensen uit de regio, waarin ik eigenlijk aan mijn dorp kan uitleggen, ja, wat ik ben. En volgens mij, dit gaat dan over één dorp, maar volgens mij creëer daarmee een verhaal. Daar geloof ik wel echt in, dat ook die PVV'ers, die zijn helemaal niet per se tegen trans mensen, die kennen het niet. En volgens mij, als je gewoon een paar van dat soort verhalen kan creëren van, hey, het hoeft helemaal geen tegenstelling te zijn, er moet gewoon meer contact zijn, dan kan je dus ook verhalen creëren van, hey, ook mensen in dorpen en mensen die rechts stemmen en boeren en de queergemeenschap, het kan prima samen. Ja,
We zijn immers ook overal. Dat is waar. We zijn onder. Ja, dat klopt. We zijn ook zelfs op de maan. Maar. Is dat zo? Zal vast 1 op de 10 anders geaard. Mm-hmm. Nou, inmiddels zijn er zoveel astronauten de kosmos ingegaan. Er moet er vast één bij zijn. Ja. Waar het mij om gaat is. Hoe bestendig je het nou? Want je hebt nu eigenlijk voor 2 jaar de subsidie gekregen. En jullie hebben dromen over inderdaad een platform, over publicaties, over een union. Misschien straks zelfs nog een paar mooie conferenties. Maar hoe ga je zorgen, de vraag is tweeledig, hoe ga je zorgen dat jullie bij elkaar blijven? Dat je niet uit elkaar gespeeld wordt? Dat is het eerste deel van de vraag. Wie wil? Een directe antwoord. Ik denk ook investeren in bepaalde andere praktijken, zoals samen mediteren misschien, dingen samen doen, dat misschien buiten werk ook een verbinding creëert tussen ons. Ik denk dat wij niet naar elkaar alleen, maar als stichtingen gaan moeten kijken, maar ook als mensen. En ook ruimte hebben en strategieën hebben om juist met frictie om te kunnen gaan. Die daar zal zijn, dat wij ook open voor staan, omdat vanuit frictie komen er echt wel interessante en nieuwe ideeën. Ja, zonder wrijving geen glans, hè? Ja, voilà. Dus ik denk dat we daar, en ook, dat weet ik van Jan en ik, wij zijn echt mensen die, wij oefenen op benefit of the doubt, wij proberen altijd echt het goede in iedereen te zien. En ik denk dat is allemaal hoeba hoeba juba juba taal, maar dat nee, is hoor. Toch wel... Wij proberen dat ook te belichamen. Omdat we juist ervaring hebben met veel neurodiverse mensen die heel anders zijn dan ons. Wij houden van anders. Dus dat zijn een paar voorbeelden die ik nu ter plekke heb verzonnen. Nou, dat is heel mooi. Dat is heel mooi gezegd. Ja. Nou weet ik wel van Irene en Anouk, hè, dat ze toch wel eens in het verleden ook als mens en als activist gekwetst zijn. Omdat je toch op een gegeven moment... Ja, je hebt allerlei belangen, je hebt allerlei wensen. En het wordt groot en het wordt mooi en het wordt waar. Dus hoe inderdaad blijf je bij jezelf? Hoe blijf je de connectie met die andere mensen? Want jullie alliantie is net zo divers als onze community. Hoe blijf je waken dat je bij elkaar blijft? Hoe blijf je die samenwerking eigenlijk borgen? Ook voor de langere termijn. Wauw. Nee, ik wil... Ik probeer het kort. Zing het. Ja. Samen zijn is samen lachen. Ja. Maar dat is het wel. Willeke heeft wel gelijk. Volgens mij, we kunnen samen zijn omdat we met elkaar een stip aan de horizon hebben gezet. Ja. En ik denk de waarden waar we voor strijden, dat die gelijk zijn. En dat we dat voorop kunnen stellen. En dan kan het best zijn dat je af en toe denkt van jeetje, moeilijk. Of oh, moet ik dat stuk van die aanvraag nou nog een keer schrijven? Ik vond het al heel goed en ze blijven maar aan me trekken. Ja, dat kan. Tegelijkertijd, na zoveel jaar activisme weet ik ook... ook als je soms echt met iemand niet door een deur kan... je vindt elkaar altijd weer met de personen die stip aan de horizon blijven zien. En dat gaat over een gelijkwaardige wereld. Dus dat is het voor mij. Ja, hier en daar een kwetsuur, hier en daar een littekentje... maar vooral ook zoveel moois en zoveel toffe dingen meemaken... En in deze alliantie heb ik groot vertrouwen. Nou, dat is hoopvol. Maar hoe, en dat is de tweede deel van het vraag... hoe ga je nou zorgen dat alles wat jullie nu al gedaan hebben... gaan doen, na 2 jaar is de subsidie Fucci. Dus hoe ga je dan zorgen dat je verder gaat? Hoe maak je de dingen die je nu doet... schijn. Voor de langere termijn. Nee, maar... meer geld. Is... Ja, gewoon zorgen. Ja, ik wil bij deze iedereen uitnodigen die... Giro 55. Ja.
Nee, maar kijk, ik denk, ik had het wel net over het bedrijfsleven ook. En er zit natuurlijk een grote... Ik denk dat bedrijven er zich zeer van bewust zijn dat er ook in deze tijd een maatschappelijke verantwoordelijkheid zit. Om mensen bij elkaar te houden. En die heel erg graag op de inhoud willen bijdragen. Hè, aan educatieprogramma's, aan internationalisering, aan lobby. Hè, want er moet ook veel nog gebeuren op het gebied van transrechten. Niet alleen in Nederland, maar ook verder in de wereld. Maar dat, wat al eerder gezegd is, dat heel veel mensen ook niet weten wat queer nou precies is. Hè, en wat trans zijn nou precies inhoudt. En dat is ook heel logisch, dat die zorgmedewerker niet weet, god, wat moet ik hier nou mee? Maar dat geldt ook voor managers bij bedrijven. We zijn al eenmaal in een samenleving opgegroeid die daar niet veel aandacht aan heeft besteed. We hebben daar heel veel, ja, als ik even voor jullie mag spreken, heel veel jaren, laat ik voor mezelf spreken, ik heb heel veel jaren moeten ontdekken wie ik ben en wie ik mag zijn, vooral van mezelf. Dat je niet in gender hoeft te kiezen, of in seksualiteit, of in wat je aandoet. Ik denk dat dat ook iets wat ons bindt, trouwens even een zijweg, is dat we dat ik voel dat we dat allemaal een beetje gevonden hebben. Ja. Dus dat je geaard bent. Want als je queer bent, dan groei je op in een heteronormatieve samenleving en dan moet je nog heel veel dingen ontdekken en doen. Ja. Dus dat is heel belangrijk, denk ik, dat ik daar in ieder geval ben en dat voelt heel fijn. Maar dat er heel veel dus volgens mij bedrijven zijn die op de inhoud mee willen denken over hoe kunnen we die brug tussen een Nina, tussen een Aladdin, waar ik het net over had, nou maken. Hoe kunnen we bijdragen aan educatieprogramma's? Hoe kunnen we 365 dagen per jaar die impact maken op scholen, in ons eigen bedrijf via HR, human resources? Hoe kunnen we verschil personeel aannemen? Hoe kunnen we meer queer personen in de top van het bedrijfsleven krijgen? Hoe kunnen we meer in de politiek doen, in het beleid, in zorginstellingen doen, in sport doen, om het meer queer te maken en meer ruimte te maken, zoals Robert heel mooi zei, voor verschil. Dus meld je. Ja, en dan een korte aanvulling van wat jij vraagt. Hoe kunnen we die continuïteit waarborgen? Ja. Kijk, ik denk dat deze subsidie er heel goed aansluit bij ons, om ons te presenteren en om ons visitekaartje af te geven. Dus wat wij nu hebben neergezet in het afgelopen half jaar en nog in de komende anderhalf jaar gaan doen, ik denk dat wij daarmee ook aanspraak kunnen gaan maken op andere subsidies. Oké. Okay. En nog iets, denk ik, vergeet niet dat wij allemaal freelancers zijn. Je, elk persoon, een stichting. En zoals Irene zei, jij zingt ook. Ik ben een danser, choreograaf. Jan is zelf ook een kunstenaar. Aynouk schrijft veel. En er zijn ook nog heel veel facetten van ons die wij van elkaar zijn aan het leren kennen in deze twee jaar. Dat we nu kunnen werken aan... En dat we voor later ook gewoon kunnen uitgroeien. Want er zijn nog heel veel dingen dat we nog willen doen. Maar dat kan je allemaal niet in twee jaar gewoon plakken. Nee. Dus daar hebben we ook veel meer tijd voor nodig. Dus we hebben genoeg inspiratie om helemaal uit te werken. Ik denk voor 25 jaar. Toch? Nou, nee, dat is maar goed ook. Dat is maar goed ook. Want dan kom ik toch... We gaan zo richting het einde. En een van de dingen... waar ik me zorgen over maak, is het gebrek aan een antwoord vanuit onze eigen community op wat er gebeurt in de wereld, in Europa. En ook de opkomst van steeds meer extremistisch gedachtegoed. Die mensen ontmenselijkt, uitsluit, vernedert. Uitgemoord. Ook. Ja. Ook. Genocide. Genocide. Dus dat je steeds meer ziet... dat de polarisatie ook toe leidt dat je geweld mag gebruiken, dat wordt weggelachen of goed wordt gekeurd. En dat alles voor het behalen van het eigen gelijk of uit angst voor het eigen geluk, zoals ik dat zeg. En ik kan dat op menselijk niveau, even tussen jullie, kan ik dat nog wel begrijpen. Maar wat ik niet kan begrijpen is dat je een ander kunt onthouden wat je zelf nodig hebt. Veiligheid, welzijn, een heel klein beetje geluk, dat willen we toch allemaal. En ik merk dat we heel goed bezig zijn om anderen voor te lichten over wat wij nodig hebben. Maar dat we een beetje achterblijven in een antwoord om het antwoord te geven, zodat gewone mensen die zich nu niet gezien en gehoord voelen, al dan niet queer,
niet een keuze hoeven te maken voor een partij die anderen weer uitsluit. Dus mijn vraag is, ik zeg altijd, ik noem het de verwildering. Hoe zie jij eigenlijk onze taak als bewuste mensen die al zelf, wat we zelf ook hebben meegemaakt, onze eigen processen. Maar hoe zie jij nou een goed antwoord om die democratische waarden en die mensenrechten, want je ziet het in Italië, je ziet het straks ook, eerst in Polen, maar ook in Hongarije. Wij zijn de kanaries in de kolenmijn. Wij gaan als eerst, dan worden de rechten van vrouwen, of je je wel of niet mag voortplanten en al dat soort zaken. Maar hoe kunnen we nou op een positieve manier, een antwoord geven tegen deze negatieve ontwikkelingen voor ons bestaan? Eén van jullie. Ik denk misschien om jullie te inspireren, gewoon zo concrete voorbeelden of zo. Ik denk wat ik voor in de toekomst, vooral focus op onze kinderen, op de jongeren. Dat is heel belangrijk, denk ik, vooral in Italië, waar de transrechten van kinderen gewoon helemaal weg zijn. En ik denk ook investeren op, dat is iets dat ik de laatste maanden denk, investeren op de-escalatiementaliteit. Hoe kan je dingen deescaleren in jezelf, bij mensen, dat als je ziet dat iets in publieke plaats gebeurt, hoe deescalatietechnieken, maar ook in mindset. Dat is iets, investeren daarin, investeren in je directe omgeving, kleiner denken. De wereld wordt allemaal maar, het wordt maar zo'n simpel idee, de wereld. Maar we zijn zo verschillend van elkaar en dat we terug even klein denken. En op een kleine manier veel impact proberen te maken. Zoals het voorbeeld dat Jan heeft gegeven van één persoon die met ons werkt, die dan in een stad is gaan wonen. Dat is een kleine voorbeeld van direct met die omgeving werken. En zelfverdedigingstechnieken. Ja, maar kracht, bam, bam. Ik ga hem toch even scherper inzetten. Ik bedoel, we lopen allemaal mee met de Pride March. We lopen Free Palestina. We lopen de A10 en we plakken ons op de A12. Maar waar blijven wij? Ja. Ik zie ons niet, ik hoor ons niet en ik maak me daar echt zorgen over. Aynouk. Hoe bedoel je, waar blijven wij? Nou, we hebben geen antwoord op dat steeds grotere, traditionele, de norm is man-vrouw. Alles wat anders is qua gender. Of meerdere assen heeft, is niet belangrijk. Discriminatie neemt toe, onveiligheid neemt toe. Maar straks worden ook rechten gewoon, we gaan weer terug. En dat lijkt nu in politiek Den Haag al aan de gang te zijn. Door keuzes te maken. Het gebeurt al. Vorig jaar is er in een gemeente besloten door de gemeenteraad dat de GGD seksuele voorlichting over het transgender zijn meer mag geven. Dus dat kan een gemeente kan dat besluiten, dat de GGD dat niet meer kan doen. Ja. Dat is al afbrokkelen van onze rechten. En ik maak mij daar, net als jij, grote zorgen over. Ik hoopte eigenlijk dat de organisaties waar ik het van verwacht als COC Nederland, dat de community op zou roepen om samen een manifest te tekenen, om aan de politiek aan te bieden. Misschien zit dat nog in het vat, maar ik vind dat wij als queer community echt wel een geluid moeten laten horen dat voor de rechtsstaat zijn, voor onze grondrechten. En dat niemand daaraan mag komen. En hoe dat voor moet krijgen, nou, ik hoop dat in de alliantie te vinden, maar ook daarbuiten. Aynouk. Nou, als ik heel even, want volgens mij heeft Jan er ook hier ook een goed antwoord op. Maar ik. Kijk, wat wij ook aan het doen zijn, we zijn nogmaals allemaal heel divers. Kijk maar naar Robert. Ja. En ik. Weet je wel? Nee, maar ik bedoel, het is ook een oefening in empathie wat wij doen. En wat links natuurlijk heel veel, wat ik de laatste jaren heel erg gezien heb, hè, en dat zie je nog steeds, dat wij elkaar ook vaak aan de linkerkant van het spectrum de maat nemen. Ja. En ik denk dat dat in deze tijd,
dat we daar de luxe niet meer voor hebben. Juist. Hè? En we moeten echt die vuist maken, en dat proberen wij ook te doen, op het dagelijkse, op het kleine, in de wijk, in de zorg, in maatregelen, hè, die, waar mensen elke dag mee te maken hebben. Ja. Dat is heel belangrijk, denk ik, want we kunnen wel een feestje en grote gebaren, maar het begint bij de bestuurder, de ambtenaar die je overtuigt. Hi, Peanut. We hebben nog een extra gast. Eén persoon tegelijk en in je wijk, en een oefening in empathie door elkaar toch te blijven ontmoeten. Dus dat zijn twee dingen. Maar dat het elkaar de maat nemen op het linkse vlak, daar moeten we echt mee ophouden. Dat is echt heel erg belangrijk. Dat vind ik een hele mooie afsluiter. Ik wil Jan nog even horen. Jan, wil jij nog wat zeggen? Oh, ja, niet per se, oké. Nou, ik zie het ook wel, want ik vind eigenlijk al die voorbeelden die jij noemde, vind ik eigenlijk ook voorbeelden van dat de queergemeenschap zich ook heel erg verbreed heeft. Dus dat de queergemeenschap ook niet meer alleen naar de queergemeenschap kijkt, maar dat de queergemeenschap inderdaad overal met borden als queer for Palestine, queer for climate staat. Dat vind ik ook heel mooi. En daarmee vind ik ook dat de queergemeenschap zich heel erg menselijk toont. En ik geloof dat eigenlijk zie ik dus heel veel politieke wil binnen de queergemeenschap. En ik denk dat er binnen die grote golf die er gaande is, dat de wereld heel erg rechts wordt van ja, ik denk dat we allemaal stemmen en doen wat we kunnen, maar dat we los van de grote demonstraties ook heel erg juist klein denken. Hoe kunnen we in een steeds rechtser wordende wereld in ieder geval voor elkaar kleine bubbeltjes en wereldjes creëren waar we het fijn kunnen hebben? Hoe kunnen we zorgen dat als je een trans vrouw, buurvrouw hebt die misschien minder rechten heeft, dat wij wel met elkaar kunnen zorgen dat we gewoon onderling dingen regelen. En volgens mij zitten daar ook heel veel dingen in, want ja, de wereld wordt nu eenmaal rechtser en op een gegeven moment misschien wel weer linkser. Ja, nou ja, ik ben naïef in die zin van het klinkt mooi, maar een bubbel is ook kwetsbaar. En dus ik vind het heel goed als je het op het persoonlijke houdt en ook juist die kleine. Maar ik denk ook dat we af en toe juist ballen moeten tonen en groot moeten zijn. En gewoon want maar ik zie weer zulke grote demonstraties, zoals ik zeg, sinds de jaren 80, toen ik ze niet zag, omdat ik nog heel klein was, ze niet meer gezien heb. Dat ik gewoon denk van, er gebeurt ook heel veel. Ik vind juist ook die tegenbeweging juist ook heel goed. Dus ik put daar ook wel heel veel uit, dat ik wel denk van ja, rechts is misschien wel heel groot, maar de tegenbeweging is op dit moment ook eigenlijk best wel heel groot. Okay. Het is ook niet een klein bubbeltje, maar best wel een hele grote bubbel die ze ook niet zomaar klein krijgen. En misschien als ik jou als goed laatste, hoor, Jan, want we moeten gaan afsluiten. Ja, als ik jou goed hoor, Jan, dus dat we zijn zichtbaar. Misschien niet hè, wat mijn wens zou zijn in een grote demonstratie tegen extreem rechts of tegen radicaal rechts of tegen fascisme, maar wel op andere plekken die ook bijdragen aan een fijnere, houdbaardere wereld. Nou. Dit in gedachten houdend, morgen is het 6 juni. Vergeet dus niet te stemmen, want er is veel te verliezen qua mensenrechten. Maar er is ook heel veel te winnen als je wel stemt. Dan, Queer Express verschijnt op onregelmatige basis, maar de volgende uitzending met de andere alliantiepartners van Queer 365 is op 25 juni aanstaande. En dan als laatste wil ik de gemeente Amsterdam bedanken voor het mogelijk maken van dit programma en natuurlijk New Metropolis in Amsterdam Nieuw-West, waar we geweldig zijn ontvangen en ondersteund. En dan heb ik eigenlijk nog alleen dank aan jullie en degene die heeft gekeken. Hartelijk dank voor jullie komst en jullie openheid. En dan sluit ik af, zoals ik altijd doe, blijf zichtbaar, want bekend maakt bemind. Tot de volgende keer.